Hi en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En in deze video heb ik weer een Shop With Me video. En dit keer ga ik niet naar de Action, maar ik ga naar de HEMA. Echt één van mijn favoriete winkels. Ze hebben daar altijd zoveel leuke dingen. Dus ik dacht, ik ga erheen, want ik heb schoenveters nodig. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Doe een duimpje omhoog als je van Shop With Me video's houdt. Vergeet je niet te abonneren om geen video te missen. En laten we dan gewoon snel gaan. En aan het einde laat ik ook even zien wat ik gekocht heb. Dus ja, let's go! Ze hebben allemaal leuke dingen voor de Valentijnsafdeling, zoals je ziet. Hier zit een klein schapje, maar ik denk in grotere HEMA's dat het wel groter is. Want bij ons is de HEMA wel iets kleiner dan gemiddeld. En ze hebben echt zulke leuke... ja, collecties aan notitieboekjes en pennen en eigenlijk een soort stationery. Echt heel leuk. En hier had je allemaal tackle dingen. Echt zo schattig. Met allemaal ander soort dieren. Honden, panda's. Echt super leuke collectie. En ook deze collectie vond ik echt zo leuk. Dan vind ik het een soort jammer dat ik niet meer naar school ga. Dit zou ik echt zo gekocht hebben. Ik vind het zo schattig. En ook echt heel mooi met etuis en allemaal mooie ja, soort weekplanners en notitieboekjes en journals. Echt heel leuk. Ik wilde ook eigenlijk alles aan de binnenkant laten zien, maar toen dacht ik, ja, dan ben ik wel heel erg lang bezig. En je wordt vaak ook wel een beetje gek aangekeken als je zoveel filmt in de winkel. Maar een hele mooie collectie dit. En ze hebben dus ook een soort ruimte-space-achtige collectie. Deze hebben ze echt al heel erg lang. Een tijd geleden heb ik deze ook al gezien. En als je hiervan houdt, dan is het natuurlijk echt geweldig. En ze hebben ook zulke leuke fotoboeken. En allemaal schriftjes, grote boeken, kleine boeken. Ze hebben echt voor alles wat. En ook voor de Instax. En allemaal coole gadgets voor je telefoon opladen en dat soort dingen. Ook een hele cute nijntje collectie. Echt zo schattig. Dat wil je toch gewoon allemaal mee naar huis nemen. Zo lief. En dan komen we bij de home afdeling. De kaarsen van de HEMA zijn ook zo lekker. En ze hebben ook echt hele mooie vazen, vind ik. En er waren dus heel veel kaarsen en kandelaars uitverkocht omdat ze een actie hadden met die swirl kaarsen van 1 plus 2 gratis.
En ja, daar was ik dus ook wel geïnteresseerd naar, maar alles was helaas al op en uitverkocht. Deze fotolijstjes zijn ook echt super leuk. Die zag ik pas ook wel bij de Action, daar zijn ze wel een stuk goedkoper. Dus als je er echt op zoek naar bent, dan zou ik eerst even bij de Action kijken. En deze geweldige kaarsen met die strepen erin, die vind ik zo mooi. Die hebben we hier ook gebrand en die branden ook echt heel mooi zo uit elkaar op. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Maar als ze weer in de aanbieding zijn dan, of in de actie, dan ga ik ze zeker inslaan. En allemaal handige bakjes om dingen in op te bergen. Ik denk dat het ook in je koelkast bijvoorbeeld wel kan. En hier deze bloempotten, ook echt geweldig. De planten waren echt van mindere kwaliteit wel, die je net zag. Die bloempotten zijn echt zo leuk. En hier hadden ze een heleboel kaarsen. Ook nog een beetje van de kerstcollectie. Tenminste, ik vond het meer een beetje kerstachtig. En dus ook een hele hoop van die nepkaarsen, noem ik het maar even. Die ga je straks ook zien. Ik vond deze heel schattig met dat gouden randje. Ja, dit zijn die nepkaarsen die ik bedoel. Wel echt heel handig als je geen echte kaarsen wil branden. Maar ik vraag me wel af of het een beetje dezelfde vibe geeft als echte kaarsen. Want ik hou echt van heel veel kaarsen aanzetten. En hier had je echt superleuke soort vragenkaarten. Voor allemaal verschillende. Deze bijvoorbeeld voor gezellige mannen en sterke vrouwen. Heel leuk. Ik ben heel benieuwd wat voor vragen daarin zitten. Dus als je daar ervaring mee hebt, let me know. En dan komen we nog bij de make-up. Ik vond het heel leuk dat ze ook wat baddingetjes hadden. En ik zag deze nagelmaskers. Ben ik ook heel benieuwd naar of dat nou echt werkt. En verder ben ik niet heel erg diep ingegaan op de make-up. Want dan was ik nog heel lang bezig. Als je daar een keer benieuwd naar bent, kan ik eventueel wel een keertje echt specifiek op de make-up een video maken. En ze hadden ook echt super veel bath bombs. Echt heel erg leuk. Ik wist ook niet dat ze dit hadden, dus mogelijk is het nieuw. Maar heel erg mooie, leuke en schattige bath bombs. En allemaal maskertjes. Ook altijd heerlijk om te hebben. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden om mee te gaan en in de winkel te kijken wat er allemaal ligt. Ik zal even kort laten zien wat ik gekocht heb. Ik ging namelijk echt voor de veters. Mijn Dr. Martens veters waren kapot gegaan en ik had even andere nodig. En hier betaalde ik €2,25 voor. Gewoon zwarte veters, dus dat is chill. Toen kwam ik ook deze clip tegen, deze groene clip, in de aanbieding voor €2 in plaats van 7. Nu draag ik best wel vaak clippen, net als nu ook. Dus ik vond dit wel een hele mooie kleur voor in de winter. Een beetje zo'n zacht kleurtje. Dus deze was €2. En dan heb ik nog een aantal kaarten gehaald. Die vind ik altijd heel erg mooi bij de HEMA. Met mooie teksten erop. En ook gewoon hele mooie design. En het is altijd gewoon fijn om wat kaarten op voorraad te hebben. Voor verschillende gelegenheden. En die kaarten waren allemaal €2,75 en eentje was €2,50. En dat was eigenlijk alles wat ik gekocht had. Ik had eigenlijk puur alleen die veters nodig. En ja, dan kom je natuurlijk altijd thuis met meer. Ik vond dat ze echt super leuke dingen hadden voor bijvoorbeeld school of voor notitieboekjes, etuis, dat soort dingen. Alleen ja, zoveel schooldingen heb ik niet meer nodig nu ik niet op school zit. Dus dat is wel jammer, want ik vind echt dat ze daar heel erg hun best in doen. In bepaalde lijnen daarin, ja, verzinnen en uitbrengen.
Ja, ik hou gewoon van de HEMA. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren. En dan zie ik je graag in de volgende video weer. Doei doei!